Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1138 met een uitzending voor vandaag, 20 november 2017. Dus het bulletin van maandag dat opnieuw een beetje langer is dan anders. Zo, daar is hij dan weer na twee gemiste uitzendingen. Het computerprobleem, dat dus nog steeds niet is opgelost, dat zat ongeveer als volgt. Mijn belangrijkste computer, waar ik eigenlijk alles op doe, van werk tot aan de Daily Minutes, dat is een ouwetje die bijna 8 jaar lang regelmatig, bijna letterlijk dag en nacht aanstond. Het was een heel gelukkige koop destijds. Het ding was toen razendsnel en voldoet nu nog steeds aan de verwachtingen die ik qua snelheid aanstel. Ik had lange tijd wel een reserve voor de eerste paar dagen. De gedachte was dat ik dan wel snel een nieuwe zou kopen als deze zijn laatste adem had uitgeblazen. In januari van dit jaar vond ik het oude ding toch wel wat oud worden. Verschillende onderdelen deden het al niet meer. Het eerste was de DVD-speler die al na een jaar stuk ging. Na 3 jaar het toetsenbord. Maar ja, ik gebruikte de laptop toch alleen maar thuis. Dus ik heb er ook 3 externe toetsenborden mee versleten. Heel letterlijk, hè? De lettertjes van de toetsen af. In januari vond ik het toch maar een beter idee om alvast een vervanger aan te schaffen. En dat heb ik gedaan. Ik wilde daar direct Ubuntu Studio opzetten. Het besturingssysteem dat ik meestal gebruik. Dat gaf eigenlijk nooit problemen. Bleek met de nieuwe laptop toen echter niet mogelijk om van Windows, dat ik wel wilde behouden, een image te maken. Ik schatte zo in dat het een fout was die in de software zat, die via updates wel zou worden opgelost. Ja, en dat bleek inderdaad zo te zijn. Maar goed, het kwam er dus niet van om Ubuntu er ook op te zetten. Afgelopen zaterdag gaf de harde schijf van het oude ding ineens de geest. Heel begrijpelijk. Ik zit nog te overwegen om er een nieuwe in te zetten, puur omdat ik wel nieuwsgierig ben hoe lang hij het daarna nog blijft doen. Enfin, het kostte dus vele uren, bijna 12, om die image van Windows op dat nieuwe ding weg te schrijven. Ik had de reservecomputer niet vaak aanstaan. En om de havenklap werd zaterdag bij het maken van een image, werd die dus onderbroken doordat er updates geïnstalleerd waren en het moest worden gereboot zo nodig. En dus moest ik dan maar weer opnieuw beginnen. Ik heb sowieso geregeld de boodschap langs zien komen. De volgende bewerking kan een onbekende tijd duren van meer dan een uur. En de eerlijkheid gebiedt mij te melden dat het dan toch wel telkens gelukkig meeviel. Maar goed, vervolgens bleek het op de hardware niet mogelijk om Linux te installeren. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Let daar bij aankoop dus goed op. Deze Acer Aspire ES17, die ik overigens voor een schappelijk bedrag heb kunnen kopen, die voorkomt dat je er een ander besturingssysteem op zet. Ik zal me volgende keer maar even achter de oren krabben wat je aanschaft. Een zinvol advies van een mede-amateur was, koop een computer zonder besturingssysteem. En dat is wat ik in het vervolg indien mogelijk ook inderdaad ga doen. Ik schat dat de kans heel groot is dat ik het uiteindelijk wel aan de praat ga krijgen, bijvoorbeeld door middel van een persistent gemaakte live CD-versie van het besturingssysteem op een externe SSD. Er bestaat echter ook een kans dat ik het niet gefixt krijg en als die Windows-kopie die ik gemaakt heb dan ook niet blijkt te werken, dan heb ik vermoedelijk een baksteen van tegen de €500 die eruit ziet als een laptop. Ik ga tenminste vanuit dat ik mijn garantie verspeeld heb door het besturingssysteem er in de eerste plaats vanaf te halen. Let dus op dat je, als je Linux nog eens wilt gebruiken, deze in elk geval niet koopt. De Acer Aspire ES17. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor een aantal van de familieleden van het apparaat. En het zou best eens kunnen dat het ook voor andere merken geldt. En onder Linux vind je juist de leukste amateursoftware. Overigens heb ik het niet geprobeerd, maar ik ga ervan uit dat Linux gevirtualiseerd wel draait. Maar dat wil ik niet, want dan heb je nog steeds alle nadelen die ik niet wil, van bijvoorbeeld een gebrekkige privacy die er aan het Windows-systeem kleven. Deze uitzending maak ik trouwens ook op een ouwetje. En dat is net als de voorlaatste dus een erg goede aankoop. Ik vind ook dat ik niet mag klagen dat ik een enkele keer een kanaar gekocht heb. De computer waar ik vandaag de Daily Minutes op maak is de computer waar ik vanaf de eerste dag op 17 augustus 2012 minstens 2 jaar lang de wekelijkse PA00 Nieuws uitzendingen mee heb gemaakt. Heb ik nu nog tijd voor een deel 3 van de serie over geheime elektronica? Ja, ik vind eigenlijk van wel. Deel 3 dus van deze serie. We waren vorige keer gebleven bij de Enigma, waarvan mensen van het Poolse leger enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog een commerciële versie hadden aangeschaft, beducht als ze waren voor een nieuwe Duitse inval. De Poolse codekrakers hadden vervolgens hun blik laten gaan over die commerciële versie van de Enigma, waardoor ze de principes achter het systeem goed doorzagen. Ze liepen echter vast met de voortzetting en een daadwerkelijk gebruik, doordat ze geen informatie over de bedradingswijze van de militaire cilinders hadden. Pas door de hulp van een Duitse spion met als schuilnaam Asche, echte naam Hans-Tiro Schmidt, lukte het de Polen om voortgang te boeken bij het daadwerkelijk deconeren van Enigma-berichten. Deze Schmidt die was familie van enkele mensen uit de hoogste kringen van het Duitse leger en kon zo aan de gewenste informatie komen die de Polen meer duidelijkheid gaven over de werking van de militaire variant van de Enigma. Schmidt stelde zijn informatie echter niet aan de Polen beschikbaar en gaf de documenten in handen van de vooroorlogse Franse geheime dienst.
Deze hadden een overeenkomst, zoals die al eerder in deze serie werd aangekaart, over informatieuitwisseling met de collega-dienst in Polen. Zodoende werd deze informatie ook gedeeld en zo kwamen de gegevens uiteindelijk ook bij de Poolse onderzoekers terecht. De Poolse coderingsexperts stelden vervolgens vast dat de versleuteling van de Enigma een ander type codekraker benodigde dan waar tot nu toe mee gewerkt werd. Voor de Enigma waren de code-experts altijd taalkundigen geweest, taalwetenschappers, die de logica achter de code moesten uitpluizen. Het waren de Polen die zich realiseerden dat ze eerder wiskundigen hierbij in zouden moeten zetten om te achterhalen hoe de mechanica in de Enigma precies functioneerde. Voor de werving van deze wetenschappers wenden de Polen zich tot de Universiteit van de Poolse plaats Poznan, waar 3 zulke wetenschappers werden aangetrokken. Het feit dat ze voor Poznan kozen was hier niet onbelangrijk. Het was in de jaren 20 van de vorige eeuw en tot het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 was Poznan onder de naam Posen een stad in het Duitse Rijk waar Duits gesproken werd. De meest slimme van de 3 was ene Marian Rejewski, een jongeman destijds van 23 die statistiek had gestudeerd. Het lukte Rejewski door te kijken naar zich herhalende woorden in de gecodeerde teksten conclusies over de uitgangspositie van de cilinders in de Enigma te trekken. Bij extreem detailonderzoek kwam Rejewski zover dat hij niet alleen de startpositie kon achterhalen, maar ook de rest van de mechanica van de Enigma kon kraken. Hij kon daarmee al in 1932 de berichten van de militaire Enigma kraken. Het kraken van zo'n bericht was echter zodanig arbeidsintensief dat er 100 mensen voor nodig waren om de per dag veranderende sleutel, dat wil zeggen de juiste combinatie voor die dag uit de in totaal 17.576 mogelijke instellingen van de cilinders te achterhalen. En dat moest dus iedere dag opnieuw. Om dit werk te versnellen ontwikkelden de 3 wiskundigen uit Poznan een machine die het zoekproces met hoge snelheid voor ze uit kon voeren. Ze noemden deze machine Bomba. Later gebruikte Alan Turing in Bletchley Park dezezelfde naam voor zijn eigen codebreekmachine als eerbetoon aan het voorbereidende werk dat de Polen hadden gedaan. In het volgende deel gaan we in op hoe de Polen na enkele jaren probleemloos te hebben meegelezen in de problemen kwamen toen de Duitsers een paar extra's aan hun Enigma's toevoegden. Verder gaan we in op de M-125-3 Fialka, een Russische opvolger van de Enigma uit de jaren 50. Vandaag deel 2 uit de serie over propagatie op VHF en UHF. Ik stelde gisteren al dat signalen op deze hoge banden wel een stukje meebuigen over de horizon, maar hoe hoger je in frequentie komt, hoe minder een signaal geneigd is om mee te buigen met deze kromming van de aarde. Op 70 centimeter en hoger komen de signalen nauwelijks nog verder dan de optische horizon. Dat wil zeggen dat je daar alleen stations kunt werken waarvan je de antenne op de plek van jouw antenne zou moeten kunnen zien, omdat ze nog voldoende boven de horizon uitsteken. Naarmate je verder weg komt te zitten, komt de bolling van de aarde daarbij steeds meer in de weg te zitten. Normaal gesproken daalt de temperatuur in de regionen meteen boven het aardoppervlak met zo'n graad Celsius per 100 meter. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat als je met een zweefvliegtuig op een dag met een behagelijke temperatuur van 24 graden aan de grond weet op te stijgen tot een hoogte van 1 kilometer, dat je dan maar beter je trui bij je kunt hebben, want op die hoogte is het dan nog slechts een graad of 14. Onder bepaalde omstandigheden echter daalt de temperatuur niet als je hoger de lucht ingaat, maar stijgt de temperatuur over minimaal een deel van die afstand naar boven. Dit wordt een temperatuurinversie genoemd, een omgekeerd temperatuurbeeld in hoogte dus, zeg maar. Dergelijke inversies komen met name voor met heel rustig weer, bijvoorbeeld bij hoge drukgebieden. Een dergelijke inversie zorgt er in veel gevallen voor dat het signaal dat onder meer normale omstandigheden niet verder dan de horizon komt, nu over grote afstanden met de aarde mee kan buigen. Als het een groot gebied is waarin die inversie heerst, dan kan dit over zeer grote afstanden gebeuren, tot aan meerdere duizenden kilometers toe. Signalen op VHF en hoger gaan zich meer en meer als het zichtbare licht gedragen en zo'n inversie is enigszins vergelijkbaar met hoe een prisma het zichtbare licht afbuigt. Zo'n inversie kan ook voor vervorming zorgen. Deze storing lijkt op de codesignalingstoring als je meerdere repeaters van het NOS of NON repeatersysteem tegelijkertijd kunt horen. Het gaat hier namelijk om hetzelfde fenomeen. Op afstanden waarop je het signaal normaal gesproken nog kunt horen, kan het signaal via de temperatuurinversie een iets langere route afleggen en ook binnenkomen, waardoor deze niet in fase met het directe signaal op de plek van de ontvanger aankomt. Het gevolg is een signaal dat zwakker kan zijn dan normaal en het kan ook leiden tot langzame QSB of tot een hinderlijke vervorming op de modulatie. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat signalen zich onder deze omstandigheden bij voorkeur langs isobaarlijnen voortplanten in plaats van in een rechte lijn. Isobaarlijnen zijn de gebieden waarbinnen de barometer een gelijke luchtdruk aanwijst. Bij een hoge druk of bij een lage drukgebied vormen deze lijnen onregelmatige kringen rond zo'n gebied. En bij een temperatuurinversie gaat het signaal dus ook om het hoge drukgebied heen in plaats van er doorheen.
Die omweg die zorgt voor tijdvertraging en die zorgt weer voor storing en misschien zwakkere signalen en QSB. Een temperatuurinversie heeft nog een tweede effect dat de signaalsterkte nog iets verder kan vergroten. Behalve dat het signaal meer meebuigt met het aardoppervlak, voorkomt een inversie ook dat het signaal niet in de hogere luchtlagen terechtkomt. Hierdoor wordt het als het ware meer op de horizon gericht en dit richteffect zorgt in enige mate voor een extra signaalwinst. Mist is een goede indicator voor het optreden van een temperatuurinversie. Het is niet per se nodig dat er mist is, maar mist komt vaak voor bij hoge drukgebieden. En als er een dikke band met mist ontstaat met daarboven een heldere lucht zonder verdere bewolking, dan wordt door de zon de waterdamp in die hoogste lagen van de mist opgewarmd. Deze opwarming zorgt voor een hogere temperatuur bovenaan de mistlaag dan daaronder en zorgt zo dus voor een temperatuurinversie. Een dergelijke inversie ontstaat vaak als het avond wordt en kan dan zo'n 4 of 5 uur aanhouden. Boven zee bestaat vaak een wat genoemd wordt permanente inversie. Die inversie is er de reden van dat je aan het strand relatief makkelijk de afstand naar Engeland overbrugt vanuit Nederland, zeker als het tegenstation zich ook aan het strand bevindt. Er zijn gebieden in de wereld met redelijk stabiel weer waar zo'n permanente inversie zich altijd over een grote afstand uitstrekt. Vanaf de kust in Israël is het bijvoorbeeld gemakkelijk om op 2 meter de amateurrepeaters op het eiland Cyprus te werken. Die afstand is dan 300 kilometer. En in de Perzische Golf is die afstand nog veel groter. De marifoon van kuststations in de Arabische Emiraten op 156 MHz kun je als er geen land tussen zit vaak al aanroepen op 1000 of op 1500 kilometer afstand. Gewoon op VHF dus. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.